Oh my god. 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 Nee! Oh my god, we zijn dood. What the fuck? Ik dacht dat ik reageerde, maar ik callde die call zelf volgens mij. Yo mensen, tof dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van mij, Fariko Killer J. Vandaag is het weer tijd voor een nieuwe video over GTA 5 LSPDFR, oftewel de politiemod, of hoe je het ook maar wil noemen. We gaan weer op patrol, dit keer niet in Nederlandse uniformen, aangezien ik LSPDFR opnieuw heb moeten installeren. Daar heb ik ook even een video over gemaakt, zodat die heb ik om 12 uur vandaag geüpload. Dus als je die nog niet gezien hebt, kun je die ook nog even checken als jij dit ook wil spelen op de PC. En ja, laten we gaan beginnen. Ik heb trouwens die video gemaakt omdat er heel veel over gevraagd werd. En dat leg ik nog even uit snel. Er werd heel veel over gevraagd hoe installeer je LSPDFR. En ik kan ook wel op iedereen zijn comment gaan reageren van nou, dat is heel veel werk. Dus ik heb gewoon even een kleine video gemaakt van 18 minuutjes of zo. En die heb ik even geüpload. Als je die kijkt, kun je precies zien hoe je het installeren moet. En wat je precies moet doen. Linkjes daarin staan ook allemaal in de beschrijving voor waar je alles kan downloaden. En dus wil je LSPDFR spelen, ga dan niet vragen hieronder van hoe installeer ik het. Nee, kijk even die video. En laat even een likeje achter als je dit een leuke serie vindt. En dan gaan we gewoon beginnen. Dus ik ga even naar het politiebureau. En dan kleed ik me even om. En dan zie ik jullie zo weer. Yo mensen, we hebben ons omgekleed. En we lopen nu in uniform door het politiebureau eigenlijk. Er is heel veel veranderd hier ook. Zeg maar, ik heb nu ook de prison transport plugin geïnstalleerd. En daardoor kun je ook, zoals in de vorige episode, maar misschien weten sommigen het nog niet. In ieder geval, daarom kun je nu ook hierheen en zo. En je kunt hier zo achter. Kun je mensen echt gewoon in de cel stoppen. Om, als je ze gearresteerd hebt. En deze vrouw is fucked up. Want die is gearresteerd in de handen. Hé, laat me er even langs. Nee, laat me er even langs. Hey, ik ben even een rondleiding aan het geven door het politiebureau. En het is ook niet meer zo dat als je je uniform hebt geselecteerd. Dat je gelijk een auto onder je kont hebt. Nee, je moet nu ook echt even naar de garage lopen van het politiebureau. Oh ja, trouwens, dit is ook wel vet. Hier zo. Is nu de briefing room. Dat is ook wel vet. En hier staat ook zo'n leuk. Short career, long retirement, full pension, free gun. Oftewel, je hebt een hele korte carrière bij de politie. Je hebt een hele lange pensioen. Omdat je gewoon waarschijnlijk na de eerste werkdag in GTA 5 voor je kop geschoten bent. Of Franklin, Michael of, Trevor. En je pensioen is super lang. Want daarna zit je dus de rest van je leven in een rolstoel. In ieder geval, we pakken deze auto. We kunnen daar trouwens ook een andere auto pakken als we zouden willen. Hier om de hoek zie je dat autotekentje. Dat is gewoon een garage. Daar kun je tegenwoordig je auto halen in LSPDFR. Dat is ook wel vet. Alleen wij pakken gewoon deze auto. We gaan de patrol beginnen. En laten we gaan kijken. Krijgen we ook een call? Er is een pursuit in progress. Dus we kunnen daar wel even naartoe gaan. Laten we even de sirenes aanzetten. Dat is wel zo veilig. Want dan weten ze tenminste dat we er aankomen. Even kijken hoor, hier rechts van ons op de highway, op de brug, is de pursuit, dus even kijken hoor, als we hier even snel dit inhalen zo, en dan deze kant op gaan. Dan komen we als het goed is bij de pursuit direct in de buurt. Deze man heeft ook veel sterren achter zich aan. Holy shit. De motorkop heeft Oh wacht, er rent daar nog iemand. Oké, hij is ook aangehouden. Nou ja, we zijn even gekomen voor ondersteuning. Direct een goed begin van de patrol. Direct de eerste arrestaties zijn alweer gepleegd. We kunnen het pistool wel wegstoppen, want die is niet meer nodig. Stap weer in de auto. Ik denk dat deze mensen het zelf wel verder kunnen afhandelen. En wij zijn vast wel ergens anders nodig. Wat ik nu ook heb geïnstalleerd is de mod dat je een soort van scanner hebt in je auto. Een AMPR system. En die kunnen we nou wel even gaan uittesten. Dus als we nou even naar het begin van de highway gaan, naar een oprit. Even kijken hoor, waar is een oprit? Nou ja, als we, dat is de highway. Dus als we daarheen gaan, dan vinden we vast ook wel een opritje. En dan gaan we even ons AMPR systeem uittesten. En wat een AMPR systeem zeg maar doet, is elke auto die langs rijdt, daar scant hij het nummerbord van. En dan geeft hij de gegevens aan mij door of diegene een warrant heeft, ja of nee. Nou, als hij geen warrant heeft, krijgt hij geen melding. Als hij wel een warrant heeft, dan popt hij op zeg maar. En dan ja, dan kun je erachteraan gaan. Dus laten we dat gelijk maar even gaan doen. Dit is de highway, maar we gaan wel even naar het gedeelte dat we even aan de zijkant van de weg kunnen staan. Want dat is natuurlijk wel zo veilig. We kunnen ook gewoon hier in het midden gaan staan, maar dat is ten eerste niet realistisch.
Want je ziet nooit een auto zomaar in het midden van een fucking snelweg staan. En ten tweede, het is gewoon niet tof. Want dan weten ze sowieso gelijk dat we politie zijn. Dus we moeten ons een beetje verdekt gaan opstellen. Dus we gaan hier even een beetje een verdekt plekje zoeken waar we ons verdekt kunnen opstellen. En dan parkeren we gewoon aan de zijkant van de weg. En dan kunnen wij de auto's die langs rijden gaan scannen. Althans, dat is de bedoeling. Ik haal daar een beetje aan de verkeerde kant in, maar zoals jullie weten heb ik daar best wel dikke scheid aan. Dus laten we nog een klein stukje doorrijden. Hier begint het al wat meer bebost te worden, dus we kunnen onze auto hier denk ik wel ergens aan de zijkant van de weg parkeren. Even kijken, dit is een afrit. We willen wel echt een beetje de snelweg pakken, want daar rijdt natuurlijk het meeste verkeer. Even kijken hoor, ik denk dat we hem hier wel neer kunnen zetten. En nog een klein stukje doorrijden. Zo. Hier is een mooi bosje. Althans, ik vind het een mooi bosje. Zo. En laten we het ANPR systeem aanzetten. Turning on. ALPR, sorry. En zoals je hoort, zegt hij elke keer piep. Piep. En als er iemand een warrant heeft, dan krijg ik daar een melding van. Dus laten we even gaan kijken of we een melding gaan krijgen. Lijkt erop dat iedereen zich heel goed aan de regels houdt. Niemand rijdt ook te snel volgens mij. En daar krijg je volgens mij ook een melding van. Als ze te snel rijden. Nee. Ja. Oké. Okay. Driver, front, Sabri, Assault. Vehicle, black. En wat hebben ze? Oh my god. Ze stopt ook gelijk. Wauw. Even kijken hoor. ANPR system kan wel uit. Driver, front. Nou ja, in ieder geval... Zet hem niet zo meer op de snelweg, dat is niet verstandig. Goed zo. Oké, laten we hem nog even dubbel checken via de meldkamer. En dan als er echt een warrant is, dan kunnen we haar aanhouden. En dat is dus het hele idee van een verkeerscontrole. En het werkt goed. Maar nou moeten we nog even kijken of degene ook op de juiste naam... Yep, flags stolen. De auto is gewoon gestolen. Pak ook gelijk het pistool erbij, want als de auto dus gestolen is, dan wil je niet... Oké, even wachten. We gaan proberen de car keys te pakken. Thank you. Here we go, we hebben de car keys, dus ze kan niet meer wegrijden. Nou gaan we even tegen haar praten. Eerst even met dit minuutje, gaan we haar wat vragen stellen. Even kijken hoor, hoe gaan we nog maar naar beneden? Z. Do you have anything illegal in the car? Depends, oké. Can I search your vehicle? Sure, have at it, oké. Oké, blijkbaar werkt dat niet meer. Even kijken hoor. Nou ja, weet je wat? Exit questioning. Fuck die questioning, want blijkbaar... Kan ik niet searchen op de een of andere manier. Continue. Achter die vehicle. Zo. Mevrouw, u bent best wel aangehouden op dit moment. Moron! Nee, niet wegrennen. U rijdt in een gestolen auto, oké? Dus niet wegrennen. Oké, helemaal top. Ik wou eigenlijk de vehicle searchen, maar ik heb denk ik nog niet die plugin geïnstalleerd. Come on, let's roll. Hey, dude. Dit ga je even weg. Oké, mevrouw, ga maar even naar de zijkant van de weg. Ik wil niet dat hij doodgereden wordt of zo. Ja, u mag hier even wachten. Zo, ga hier maar even zitten. Dan zorg ik even voor dat deze auto teruggaat naar degene waarvan de auto is. Dus we gaan even deze auto laten wegslepen via een tow truck. Oké, als het goed is komt de tow truck er niet aan. Dan kunnen we haar wel alvast even in de auto zetten. Ja, gaat u mee? Can you believe it? Oké, komt u maar. Stapt u maar even in de auto. Zo, dit. Hier mag u instappen, mevrouw. Helemaal top. Stap nou in. Ik wil dat je in de auto stapt. Stap in de auto. Stap in de auto. Oh my god. Deze vrouw kan echt niet luisteren. Whatever. Opstaan. En in de auto stappen.
Get the fuck in the car. Oké, wil niet aan deze kant instappen? Wil je aan de gevaarlijke kant instappen? Ik stap er zelf even in. There we go. Nou zit ze. En blijven zitten, hè. Oké, helemaal top. Als het goed is de tow truck er nu ook elk moment. Ja, daar is de tow truck. We zorgen er nog even voor dat de auto gewoon goed wordt weggesleept. Zo. De auto wordt meegenomen. Wij kunnen weer in de auto stappen. En we gaan dan maar even naar de nearest jail toe. Dus, nearest jail. There we go. Daar hebben we geen sirenes voor nodig. Hier even omhoog en dan kunnen we naar de andere kant van de snelweg toe. Zo. Zo. Rustig aan, Killer Jay. Zo, we zijn aan de andere kant van de snelweg. Wel een beetje tegen het verkeer... Oh nee, helemaal niet tegen het verkeer in. Zo. En dan is de jail alweer hier. We leveren haar gewoon af bij de sheriffs, niet bij de city police. Waar wij eigenlijk werken natuurlijk. En we doen dat ook lekker snel, zodat we direct door kunnen naar de volgende call. En ik ben wel benieuwd, want er stond er zeg maar in de update mods dat er nu ook andere celletjes zijn. En ik ben wel naar benieuwd wat voor celletjes dat dan precies wel niet zouden zijn. Want dat is natuurlijk altijd wel leuk. Even kijken hoor. Police impersonator. Ja, daar kan iemand anders ook wel doen vandaag, toch? Oh, dit is een overheidsgebouw. Het is niet de sheriff station. Wat is dit? Los Santos Government Facility. Daar leveren we haar af vandaag. Roger, dispatch, we are en route. 10-4, copy that. Even kijken hoor, volgens mij hier parkeren. Zo. En dan one take Elena in yourself. Oké, okay, dan doen we dat. Hoppakee. En dan ben ik wel naar... Nee, het is gewoon het normale politiebureau. Kom maar. Kom maar, mevrouw. Ik denk dat deze cel wel goed voor haar is. Zo. En de deur dicht. Zo. Heel veel plezier in jail. Ik hoop dat u ervan geleerd heeft. Geen auto's meer stelen. Ik ga er weer vandoor. Later. Oké, die is aangehouden. Het is dus wel gewoon zo dat je naar deze ding wordt geteleporteerd. Niet dat ze echt shit in de game hebben gemod, hebben veranderd. Het is gewoon zo dat je terug wordt geteleporteerd. Dus wel fucking vet dat het nu zo kan. Maar ik wist het al. Dus zij is afgeleverd bij de jailcel. Deze gaat nu niet open, dus we moeten hem er maar even afbeuken. Zo. En dan kunnen we verder met onze patrol. Onze mooie patrol. Dus even kijken, is er een call? Oké, civilian in need of assistance. Ik weet dat er een code 2 is, maar ik ben zo'n goede man. Ik wil gewoon zo snel mogelijk daar zijn. Zo. Gewoon lekker overal doorheen beuken, want zo is het hoe wij rollen. Gewoon overal doorheen, niet aan de regels houden. Want we zijn toch de politie? Wij zijn de law. Dus wij kunnen gewoon doen wat we willen. Oh my god, wat een crash. Oké, in ieder geval, we zijn er bijna, dus de sirenes kunnen wel weer uit. Anders denken ze hier ook allemaal van, what the fuck is er aan de hand? Oh my god. Oh my god, 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 wat is hier aan de hand? Emergency signals, lights. Ze moeten doorhebben dat hier de politieauto staat en dat ze niet fucking over me heen gaan rijden. Action. En action. Nee, actions menu. Radio. Close nearby roads. Attention all units. We have a 390 on Palomino Freeway. Wat moeten we nog meer doen? Even kijken hoor. Available for calls. Subject vehicle records check. Oh my god! Kunnen we deze man ook helpen? Oh my god! Liv! Ik ben bang dat hij dood is. Ik ben echt bang dat hij dood is. Laten we maar een corner service erbij halen. En de roads maar weer opengooien. Ja, yep. Ja, nou, sorry. Ik wou je redden, oké? Okay? Maar je bent dood. Dus het heeft geen zin meer. Hij was in need of assistance. Hij is waarschijnlijk aangereden of zo. Het is echt vreselijk. Maar hij wordt nu opgehaald. Doei meneer. Ik ga je missen. En de wereld gaat je missen. De mazzels. Oké, in ieder geval, we hebben de roads weer opengegooid. Onze auto is een beetje helemaal fucked up. Hier staat een nieuwe politieauto. Wisten ze dat mijn auto stuk was ofzo? Laten we deze meenemen.
Autowissel. Hey. Start. Start. Start! There we go. Back engine on. We modden de auto gewoon aan. En we hebben nou een lekkere, snelle Buffalo. Een hele super, super snelle auto. En hiermee gaan we de patrol verder. We gaan even weer terug naar de stad. We hebben natuurlijk net even een kleine check gedaan. Een road check. En daarin zijn we een gestolen auto tegengekomen. Laten we wel even het EMPR-systeem aanzetten. Want het is natuurlijk nooit verkeerd om ondertussen even alle auto's te EMPR. Kijken of ze zich wel aan de regels houden. Zo. Houdt hij zich wel aan de regels? Dispatch calling unit 1 Adam 12. Oh. Code 99, unit needs immediate backup. Code 99. Reporting a gang-related disturbance. Oh my god. 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 Oh fuck. Holy shit. Oh fuck. Oh my god, 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 oh my god. Nee! Dramatisch effect. Oh my god, we zijn dood. What the fuck? Ik dacht dat ik reageerde, maar ik callde die call zelf volgens mij. Dat is een beetje fucked up. Het is gewoon een fucking random event. Oh my god. Hebben jullie niet gezien, oké? Okay? Nee. Hebben jullie niet gezien? Oh, fuck. Fuck. Oh, oh god. Ah, player. Damn. Vehicle. Car spawner. En dan... Police auto. Oh, police auto. Niet leuk. Volgens mij heb ik er ooit voorbij, ja. Police 2. Ja, volgens mij wel. Helemaal top. We hebben onze auto weer terug. Zo, ik heb hem er maar even snel ingemot. Anders kunnen we helemaal niet verder met deze aflevering. En what the fuck? Oh, die had ik dus echt niet verwacht. Nou, moeten we ook direct ergens naartoe. Laten we dat ook maar gaan doen. Groot licht aan. Ik weet niet wat het is. Maar het zal wel weer die gangfight zijn. Dus laten we er maar snel heen gaan. En oh my god. Ik had echt niet verwacht. Stond er iemand achter me? Ik denk dat er iemand achter me stond. Ik was gewoon niet scherp. Ik was niet aan het opletten. Het is ook laat. Ik had gewoon beter moeten opletten daar. Nou, dat is gewoon het probleem. Ik zat niet goed op te letten. En daardoor, daardoor heb ik mezelf een beetje verneukt daar. Oké, okay, we gaan gewoon verder. Oh my god. Hier zo over de brug snel. En dan kunnen we hier zo snel tussendoor. Zo. Oh, voorraadkanon. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Vandaag gaat echt alles fout. Oh. Oh, nou worden we beschoten. Leuk. Oké, weet je wat? Weet je wat we doen? There we go. Hope you're drunk so I can lock you up. Oh my god, de spikes hebben niks uitgemaakt. Spikes removed. Deploy nog meer spikes, jongen. Geen stress. Min. Oh my god. Hij is natuurlijk wel over mijn spikes heen gereden, hè? Slimbo. Oh, ah, dieren. Waarom zitten we hier te patrollen? Hier zijn allemaal dieren. Ah, dat was ook weer een dom idee van mij. Oh my god. Plus. Ja, oké. Okay. Nee, niet. Oh ja, jullie natuurlijk wel. Oké, okay, ik moet nog verder naar voren. Het is best wel lastig om die spikes op het juiste moment te timen. Maar als je ze eenmaal goed timed... Dan heb je ook een echte val waar ze niet aan kunnen ontkomen. Even checken hoor. We gaan gewoon een stukje naar voren. We gaan gewoon kijken of hij ook doorrent. Doorrijdt bedoel ik. Plus. Plus. Zo. En wij wachten hier. We hebben een val neergelegd. Als het goed is komt hij nou wel over onze spikes heen. Hij reed, jullie zagen toch dat hij gewoon volop over mijn spikes heen reed. Hier klopt helemaal geen ene drol van.
Hij reed volop over mijn spikes en hij ging gewoon niet kapot. Oké, maar inmiddels is deze achtervolging echt een hele grote achtervolging geworden, zoals je kunt zien. Dus wij gaan ook gewoon leuk verder met deze achtervolging. Ik bedoel, we zijn hier nu toch en ja, we kunnen moeilijk niet gaan helpen. In ieder geval, dat was de gang attack. En ja, blijkbaar zijn we hier ook. Dus laten we dan hier maar blijven. Ik vind alles best. Zo, oké. Wat moeten we hier nog doen? Oh, aan de kant mensen. Verdorie. En? Oké. Serieus? Alles gaat fout in deze episode? Ik kan er niet meer tegen. Oké. Oh, ik word nu echt pissig, dames en heren. Dit is niet goed. Oké, we gaan nog één keer proberen. Oh shit, ik word gewoon echt een beetje pissig hiervan. We hebben weer een auto. Echt alles. Wauw, dit is echt gewoon erg. Maar ik kan ook niet opnieuw beginnen, want ik heb gewoon bijna geen tijd meer. Sorry! Nou ja, misschien is het ook wel grappig een keer. Gewoon een episode waar alles fout gaat. Ik bedoel, we hadden wel een hele mooie arrestatie van die vrouw die... Die gewoon, ja... Hoe heet dat? Wauw! Die de auto had gestolen! There we go! Oh my god, wat is er vandaag met mij aan de hand, dames en heren? Ik denk dat ik slaaptekort heb. Ik denk dat dat het is. Ik denk echt dat ik slaaptekort heb. The vision, die killed me. Ik heb echt met No Way echt weer de hele nacht lopen no life op de game. En de game is gewoon zo vet. En ik ben zo gehyped voor die game. Dat ik hem gewoon veel te veel speel. En ik kan ook echt niet wachten tot maart. Maar ik heb het idee dat jullie de game... Nou ja, niet iedereen jullie natuurlijk. Maar een aantal van jullie die game nog niet echt heel super tof vinden ofzo. Misschien is dat omdat het nieuw is. Misschien is dat omdat jullie nog niet precies het snappen. Maar het is echt een hele vette game. Ik ga hem ook zeker uploaden. Sowieso de eerste maand op de release ga ik kijken. En dan upload ik hem denk ik 2 keer in de week gewoon als main game. En of 1 keer in de week, moet ik nog even kijken. En dan, ja, ik denk dat als ik dan 4-5 video's, als jullie 4-5 video's hebben gezien. En ook echt die vettere missies hebben gezien en wat je precies allemaal kunt. En de game misschien ook wel zelf gespeeld hebben dan. Dat je wel echt liefde voor die game gaat krijgen. Want The Division is echt een super vette game, dames en heren. En nou weet ik dus ook waarom ik hier terug naar moest, naar deze call. Zitten gewoon nog gangsters. Er zitten gewoon nog gangsters gangfighten. De hele nacht al. En dag. Dus we gaan nou gewoon via hier, via de achterkant omhoog. Kijken of dat wat beter is. Zet onze sirenes niet aan, want dan horen ze ons natuurlijk aankomen. Dus kunnen we hier het spoor over. Zo. Oké, waar ben je? Huh? Die guy die op mij schoot, waar is die guy? Waar is die man die op mij schoot? Die vrouw? Is dat een... Gun. Code 4, good work, oké. Ik ben 2 keer down gegaan. Maar we hebben de call wel gecleared. Oh. Oh my god, nou voel ik mezelf zo pro, not. Oké, in ieder geval, we gaan nou nog even terug snel naar de stad. En dan doe ik even snel met de teleport. En dan gaan we daar nog even controleren. Kijken of daar nog wat leuks aan de hand is. En ja, dan zeg ik ook einde patrol. Ik denk dat het toch wel best nog wel een lange video is. En ik denk dat het ook wel leuk is. Hij is wel grappig. Dus ja, laten we dat nog even snel gaan doen. Zo, dames en heren, we zijn weer in Los Santos aangekomen. Nou ja, we zijn gewoon geteleport. Het was echt maar 5 seconden of zo. Vanaf dat ik zei dat ik ging teleporten. Maar er is een fight in progress. En die is vlakbij. Even kijken hoor. Mag ik mijn sirenes gebruiken? Nou ja, het is vlakbij. Dus het is niet echt nodig om mijn sirenes aan te gaan doen. Ik wil even een beetje liepen. Oh, stop. 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 Uit elkaar nu. Uit elkaar. Stoppen. Jij ook. Op de grond. Hey, stoppen. Oké, waarom gaan ze in 1 klap dood? Uh,
Zo eens kijken of hun leven... Oh shit, nee, dat was niet de bedoeling! Zo kijken of we hun leven nog kunnen redden. Als het goed is heb ik een optie in mijn radio. Radio? Available for checks? Nee. Actions? Nee. Radio? En dan call EMS? Nee, kan niet. Oké, kut. Optie staat er niet. Nou ja, dan maar een colaatje drinken, hè. Zo. Ja, we drinken gewoon even een cola. Nee, dat kan ook niet. Nou ja, end. End. Het is opgelost. Het is opgelost, dames en heren. End. Delete. Call, code 4, end. Succes. Ze zijn niet dood. Ze zijn niet dood. Oh my god, in deze persoon gaat echt alles fout. Zelfs in de stad. Oh my god. Nee. Oké. Oh wow, daar krijgen we een traffic alert. Oh, het kan ook niet mooier worden, hè. Nou, van een pursuit naar een traffic alert, naar een vechtpartij, naar een gangfight. Naar, oh my god. Oké, we gaan kijken of we hier wel wat mee kunnen doen. Sorry. Maar ik dacht dat dat een kussen was waar ik mijn auto kon stoppen. Jij moet stoppen. Ja, door rood. Kom op, huppakee. Dan heb ik tenminste iets waar ik hiervoor kan... Up, doorrijden. Kom op. Goed zo, zet hem nu maar aan de kant. Ja, oké, helemaal top. Even wachten, even er voorbij. Als jij wil wegrennen, leg ik even spijkstuk voor je neer. Zo. Ik wil niet dat je wegrijdt. Zo. Oké. En nou kunnen we rustig gaan praten. Hallo. Hallo. Kiflan. Ask already, please. Dankjewel. En... Actions. Check records check. Keenan Ritchie. Keenan Ritchie. Wat een kutnaam. Ritchie. Moeilijk om te schrijven. Even kijken hoor. Subject wanted by the LSSD. Dus bij de sheriffs. Dus wat we even gaan vragen is, we gaan hem even vragen zijn auto te verlaten. Zo. En dan mag je even op de grond gaan, oké? Okay? Je bent aangehouden, meneer. Je bent aangehouden, oké? Okay? Je bent wanted. Ik moet u helaas meenemen. Dus het spijt me. Zo, ja, oké. Gaat u maar alvast in de auto zitten. Gaat u maar even mee. Even de spijkstrips trouwens weghalen. Zo. U mag gewoon alvast in de auto gaan zitten, meneer. U bent wanted, u bent aangehouden. Dus gaat u maar rustig zitten. Ja, stapt u maar in. Oké, ik doe de deur even dicht. Dan kan ik even zijn auto weg laten takelen. Want we kunnen deze auto hier natuurlijk niet laten staan. Straks wordt hij nog gestolen. En dat moeten we natuurlijk niet hebben. Dus zijn auto wordt nu weggehaald. Wij brengen hem even naar de jail, want dat is waar hij thuis hoort. Hij is tenslotte wanted. Dus, zero. Zo, neem die auto maar mee hoor. Yep, oké, helemaal top. Wij moeten even snel hier de hoek om, want hier is alweer een politiebureau. Zo. En eindelijk, dit is de eerste keer dat ik een traffic alert krijg en dat hij niet wegrent. En misschien, of wegrijdt. Misschien was hij gewoon bang voor de spike strips, dat kan natuurlijk ook. Maar in ieder geval, hier kunnen we hem afleveren. Helemaal top. En we walken hem natuurlijk zelf weer even de cel in. Want dat is wat wij doen. Dus loopt u maar mee. Even kijken of we nog... Oh. Hallo mevrouw. Hallo. Zit u nog steeds vast? Ik ben ook nog steeds op patrol. Ik ben wel een paar keer doodgeschoten. Maar u hoort thuis. Dus hartstikke mooi dat u nog steeds vast zit. Zo. Ja. Loop maar naar binnen. Oh. Wat zei je? Huh? Zei je nou, oh man? In de hoek jij. In de hoek, ja. Hey. It's all good. In de hoek, oké? Oké, helemaal top. Ah, je wou ontsnappen? Wou je nou ontsnappen? Hey. Niet ontsnappen jij, hier blijven. Zo. En wij kunnen er weer vandoor. Er zit dus een cel. Ik heb hem nog even een tikje op zijn gezicht gegeven, omdat hij achter me aan probeerde te lopen. Hij wil me volgens mij neersteken of zo. Dus hij is aangehouden. En we gaan nog even één call doen. En dan is het ook wel weer leuk geweest voor vandaag. Brand heeft de auto. Iemand heeft een auto gestolen. En dit is live. Dus dit doen we even met sirenes. Want we weten nu waar die auto is.
En als we hem kwijtraken, dan is iemand heel boos. Want die is dan zijn auto kwijt. En de politie is de auto's die ik gebruik in elke aflevering volgens mij ook gewoon gelijk kwijt. Want ja, ik kan hem helemaal niet zo heel goed rijden. Ik heb volgens mij helemaal de verkeerde weg gekozen. Nee! Oh my god, Killer J. Joey, hoeveel kan de fraude gaan? Ik bedurf te wedden dat jullie allemaal in de reacties gaan zetten. Oh my god, Killer J. Damn! Suspect escaped. Units reporting a criminal resisting arrest. Oké. In Rockford Hills. Ik zit nou wel gewoon een waypoint voor zo'n schrikte. Ik denk dat een waypoint gewoon het makkelijkste is. Zo. Ja, we hebben een beetje backup nodig, want... Oh my god! De regen! It's so fucked up. Maar in ieder geval hier erin en dan zijn we er als het goed is bijna. Ja, soms komen we nou in die cirkel aan. Oh my god, wie zet zijn fucking auto nou in het midden? Weg zonder sirenes. Oh my god. Don't do this! Don't do this to me! Oké. We zijn bijna in de buurt. We komen in de buurt nu. En dan ben ik... Hopelijk kunnen we hem nou eindelijk te pakken nemen, te grazen nemen. Ik hoop het wel. I'm so hopeful that it will work. I hope it will work so badly. Oh my god, oh my god, oh my god. Oké, nog een stukje verder. Nog een stukje verder. Oké, we zijn eindelijk in de buurt. Assistance required in... Copy that, we're in the vicinity. Oh my god. Copy that, dispatch. We'll find those animals. Stop! In the name of the law! Hij wil niet stoppen. Stop in the name of the law. Stop your car in the name of the law. Oh my god, hij stopt niet. Ik heb assistance nodig. Oké, volgens mij mag de politie me niet, want niemand geeft me backup. Ik krijg alleen maar auto's met niemand erin. Oh my fucking god. You idiot. Oh, you fucking serious, mate. Schieten op de politie, ben je helemaal in je hoofd uit je knettergek geworden ofzo. Oh my god, waarom start mijn auto niet? Ah, there we go, oké. Okay. Fuck, nou gaan we ook nog kwijtraken. Oh my god, local escort unit. Kom op, geef me een helikopter erboven, kom op mensen. Ik heb die helikopter nodig. Oké, de Zulu komt eraan. En... Hier gaat tussendoor. Oh my god, oh my god, oh my god. Dit is zo slecht. Dit is zo slecht. Als ik deze nou ook kwijtraak, dan ben ik echt de worst agent van vandaag. Worst agent of the month award. Oh damn. Hot damn. Oké, okay. We zijn in de buurt. Andere band moet ook even kapot. Dit begint langzamerhand gewoon een beetje te gevaarlijk te worden. Ja, stoppen met rennen. Dat heeft geen zin meer, hè. Zodra je uit de auto stapt, zie je ook altijd op cops. Dan is het een verloren zaak. Ja, taser. Geef je maar over, meneer, want... Het is te laat, oké? Okay? Het is te laat. Wou je nog steeds wegrennen? Nee, dat dacht ik ook. Staan blijven. Niet doorrijden. Goed zo. Zo. Hij is aangehouden. En we laten hem gewoon ophalen. There we go. Get in there and stay quiet. Zo. Zet de auto even aan de kant. Start. Goed zo. Shit. Neem hem mee. There we go.
Oké, iedereen, super bedankt voor het kijken naar deze episode. Ik weet dat ik hartstikke erg gefaald heb. Dat zal ook wel in de titel van de beschrijving staan. Patrol gaat fout. Weet ik veel hoe ik deze video ga noemen. In ieder geval iets met dat het helemaal niet goed ging. Dat de patrol faalde of zo. Alles gaat fout in de patrol, weet ik veel. In ieder geval, super bedankt voor het kijken. Vond je deze video nou leuk? Vergeet dan niet even een dikke blauwe duim omhoog achter te laten. Even te abonneren op mijn kanaal, dat kan hier onder deze video. En mij te volgen op de social media, links staan in de beschrijving. Zowel in de beschrijving als in de outro. Dus als je nog even doorkijkt, zie je ze ook in de outro staan. En dan wil ik jullie enorm bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer. Laters.